Ik ben Vierpolders en wel in het Dijkhuis. In het Dijkhuis worden regelmatig kunsttentoonstellingen georganiseerd. Mede door de kunstkring Voorne Putten. Tegenover mij zit Wimke Bouw en die houdt zich bezig met de organisatie en is tevens manesje van alles. Goedemorgen, meneer Kebouw. Goedemorgen. Zoals al gezegd, mijn naam is Wimke Bouw en in het Dijkhuis de Vierpolders regel ik samen met Kees Haanstra en niet te vergeten de kunstkring Voorne Putten de kunsttentoonstellingen. De kunsttentoonstellingen bestaan uit twee delen. Enerzijds de schilderijen en anderzijds hebben we nog drie vitrines waarin we glas, keramiek en dat soort dingen tentoonstellen. De tentoonstelling die duurt 2 maanden en dan proberen we weer een ander product in het dorpshuis te krijgen, zodat er ook veel afwisseling is. Die linker en... Nou, ik ben Nora Overweel, ik woon in Hellevoetsluis en ik ben ongeveer 3 jaar geleden begonnen met acryl schilderen. Daarvoor deed ik met bijenwas en nu mag ik hier in Vierpolders mijn kunstwerken exposeren. En daar ben ik heel blij mee. Ik schilder eigenlijk intuïtief. Ik begin met of ik krijg een idee van kleuren of van materialen. Ik gebruik ook verschillende materialen. Ik werk op hout en ik werk op canvas. En ik gebruik ook karton, houtsnippers. Eigenlijk alles wat ik kan vinden bewaar ik. En als het idee in me opkomt, dan ga ik daar wat van maken. En gaandeweg het proces ontstaat het werk. Ik maak mijn werk eigenlijk uit inspiratie van het brein. Dat heeft me altijd heel erg gefascineerd. Van alle gedachten, emoties die daarin opkomen. En zo ontstaat dan ook het werk. En ik heb bepaalde werken die dan dat vertegenwoordigen. Ik ben Ineke Codé. Ik woon in Spijkenisse. En ik exposeer hier in het Dijkhuis met mijn werk. Mijn werk is vrij gekleurd, vrolijk en daar hou ik van. Ik ben zelf ook een vrolijk mens. Ik ben 9 jaar geleden begonnen met schilderen. En ik schilder uitsluitend vrij grote doeken met acryl. 9 jaar geleden begonnen, zoals ik al zei, na mijn pensionering. Ik heb nog nooit van mijn leven geschilderd. Ik ben ook lid van de kunstkring Voorne. Is in Zwarte Waal. Daar ben ik al 1 jaar of 3 lid van. Dus ik zou zeggen, mensen, er is niet alleen te schilderen, maar er zijn ook cursussen en tentoonstelling. Kijk u op de website en er is altijd wat te doen. Mijn naam is Jeroen van Berkem. Ik ben keramist in Brielen. En vandaag ben ik hier in Vierpolders een expositie aan het inrichten van het werk wat ik maak. Ik ben keramist, dus dat betekent dat ik met klei werk. Dat doe ik allemaal thuis. Dus ik heb daar mijn draaischijf, ik heb daar een oven, ik heb daar spuitcabines. Ik creëer en meng mijn eigen glazuren. En ik richt me voornamelijk op het maken van gebruiksgoed. Dus dat is servies, bekers, potten, vazen. Maar ook keramiek voor in de tuin. Tuinpotten, maar ook sierkeramiek voor in de tuin. En ik heb een speciale hoek van keramiek ontdekt. En dat zijn klankinstrumenten van klei. Dus ik maak objecten waar geluid uit kan komen. Dat is een vrij lastig proces. Omdat de klei tijdens het bakken krimpt. Dus de klank verandert. Dus het is altijd weer een verrassing wat er uitkomt qua klank. Ik heb een 3-tal vitrines in Vierpolders. Waar ik heel erg blij ben om mijn werk te mogen laten zien. Dit is een zogenaamde ocarina. Een ocarina is een heel oud instrument wat al heel veel jaren gemaakt wordt. In de oudheid zijn er al vele gevonden.
Of uit de houtijd. Het is gewoon een klankkamer gemaakt van klei met gaten. En daar komt geluid uit. Deze is op een speciale manier gebakken. Ik heb een kuil gegraven in de grond. Deze is behandeld met een aantal ingrediënten die nodig zijn om een kleur te krijgen. Dit heb ik in die kuil gelegd. Daar is een groot houtvuur op gestookt, wat een dag lang heeft gebrand. En 2 dagen later was het genoeg afgekoeld om het eruit te krijgen. En dan krijg je dit soort aardekleuren, zeg maar. Hele natuurlijke kleuren. Er zit ook vrij veel zwart in. Dat is het roet van het stoken. En dat gaat een beetje lastig op deze video. Maar als je ruikt, dan ruik je nog steeds het vuur.